Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VI ZSM, waarin we het laatste voetbalnieuws bespreken. En dat doe ik vandaag met Marco Timmer. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Sevilla, want daar zijn we op dit moment. Vanuit een regenachtige Sevilla. Regenachtige Sevilla. Dus we willen de mensen niet te jaloers maken natuurlijk. Nee, ja, Sevilla is top, maar het is nu een beetje regenachtig. Ja, dat maak je niet vaak mee. Nee, nou goed, zo is het leven. Ja, jij wil het heel graag bespreken, dus misschien moet het dat toch maar even doen. Dan is de olifant uit de kamer. Oh. Je doet het zelf. Je trekt de pleister eraf. Ja, ik wil het niet bespreken hoor. Ik was er niet eens opgekomen. Je trekt de pleister eraf. Ja, nou, Vertel maar. Het had even wat. Ja, uiteindelijk komt iedereen er toch achter. Het had even wat voeten in de aarde voordat ik hier was. Want we vlogen dus blijkbaar vanuit Eindhoven. Alleen dat had ik niet helemaal door. Dus ik stond. Half zes op Schiphol, keek op mijn app en de vlucht stond er niet bij. En toen stuurde jij mij een berichtje, Kaloen, van ik sta op het verkeerde, heel erg, ik sta op het verkeerde vliegveld, ik probeer het te redden. En het is gelukt. Ik kwam goed bezweten het vliegveld binnen, 20 minuten voor vertrek. Maar hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb flink doorgereden, laat ik het zo zeggen. Dus we kunnen bij VI op de burelen een kleine... Ja, misschien komt er nog een kleine ticket kleine voorbij. Ticket. Maar dat was het wel waard. Dat ik ben blij dat ik... Klein vluchtstrookje zo her en der? Nee. Ik heb het wel beschaafd gehouden. Tenminste, vind ik zelf. Ja. Ik moest ook nog tanken. Nou goed, een lang verhaal, dat doe ik ooit nog wel. Gaat jou nooit meer overkomen. Gaat mij nooit meer overkomen. Nee. Maar je hebt het gehaald en je kwam heel keurig... Ik moet wel eerlijk, even voor de mensen die... Misschien vinden ze helemaal niet interessant, nee, hoor, maar, maar misschien ook wel. Doorspoelen. Maar je moest nog tanken en dan kwam je bij het vliegveld in Eindhoven aan en dan moest je je koffer ook nog weer terugbrengen naar de auto, want die mocht niet meer ingecheckt worden. Nee, dus toen moest ik ook, en ik wist niet meer waar mijn auto stond, dus die stond op 3 hoog. Dus ja, en even voor de mensen, je hebt 6:30 appte je mij, 7:30 vertrok het vliegtuig 's ochtends, dus jij bent van Schiphol. Ja, hoe ik het gered heb, weet ik niet. En laat ik zeggen dat alle stoplichten op groen stonden. Dus, heel goed, heel goed. Precies. Nou, we zijn er in ieder geval. En we hebben al een beetje wat van Sevilla kunnen proeven. Ja. Geweldige stad. Je hebt mij een mooie rondleiding gegeven. Mooi, hè? Het stadcentrum met de pleinen. Het is een en al fantastisch. En gisteravond hadden we een leuke kroeg gevonden om Feyenoord te kijken. Ja. Want dat is natuurlijk ook... En er was... Ja, dat wil je wel zien natuurlijk. Uiteraard. Ja. En hoe heb je naar die wedstrijd gekeken? Nou ja, je maakt niet zo vaak mee dat twee ploegen... Of... Ja, twee clubs in de Champions League zitten en die ook nog kans maken op overwintering. Dus dan zit je toch als Nederlander zijn, dan zit je toch en dan schakel je journalistmodus even uit. Dan zit je toch te kijken naar van, kom op Feyenoord, weet je, doe het. Ja. En beloon het goede spel wat ze hebben laten zien in Italië, maar ook in Spanje. Beloon dat thuis met dat fanatieke publiek. Ja, eerlijkheid gebied me te zeggen, Kaloem. Was niet het geval. Wat je dan hoopt en misschien licht verwacht. Vanwege hoe Feyenoord speelt, komt dan niet uit. En dan zie je gewoon dat je te maken hebt met een Europese topploeg. Atletico Madrid in La Liga derde. Met Simeone die al 100 jaar daar werkt. Die heeft daar gewoon weer een heel goed team neergezet. En dan zie je gewoon dat Feyenoord eigenlijk geen kans had om daar te winnen. Is Feyenoord dan toch nog misschien wel verder van het topniveau verwijderd, zeg maar van de Europese top dan we... Hadden gehoopt. Nou ja, kijk, dat is het. Jij zegt hoop inderdaad, want dat is het namelijk. En wij moeten als Nederlanders zijn daar naartoe groeien in de wetenschap dat dat heel lastig is, omdat steeds je beste spelers worden verkocht. Je moet elke keer opnieuw beginnen. Dat is nou eenmaal een gegeven en dat maakt het heel lastig. Maar we hebben wel gezien in het recente verleden dat Ajax het kon. Als het maar even lukt om een ploeg ietsje langer bij elkaar te houden en een paar ervaren jongens nemen de grote talenten mee op sleeptouw. De class of 2019. Ja, dan kan het. En daar hoop je een beetje bij Feyenoord op. Slot zit er wat langer. Hij heeft toch wel heel veel goede spelers weten te behouden. Ook een aantal echt goede weggegaan. En dan moet je het laten zien in zo'n wedstrijd thuis. Kijk, daar in Spanje, in Madrid, speelden ze heel goed. En dan is het typische oude Nederlandse wet die opgaat. Wel de complimenten, niet de punten. Ja. En dan hoop je dat het in eigen huis anders is. Maar dan zie je toch dat het niveauverschil nog te groot is. En dat daar gewoon een hele, zelfs in de kou, in de stromende regen, dat daar gewoon een hele volwassen ploeg staat die daar eventjes 3 punten komt ophalen. En vrij eenvoudig wint van Feyenoord. Want even los van die eigen goals, hè. Atletico was gewoon beter. Ja, terwijl hier ook gewoon fantastische cappuccino's worden gemaakt. Ik vind dat wel gezellig. Als een beetje geruis op de achtergrond. De bonen worden hier...
Ja, we zitten inderdaad. Deze podcast is ook te zien op YouTube. En voor de mensen die nu op YouTube kijken, die zien dat natuurlijk al. Maar we zijn een beetje in een hoekje gedrukt, want we mochten niet overal filmen. Dat is wel vaker in een hotel. Ja. Maar hier hebben we prachtige planten. We zitten lekker in het groen. Ja, precies. En terwijl het schuimen verder gaat. Nog eventjes over ook de koppen, zeg maar. Ik noem een Santiago Jiménez, waarvan Krabi had gezegd van ja, misschien, hij schiet ze er wel in de Eredivisie, maar misschien is het inderdaad nog beter ook voor hem om nog een jaartje te blijven. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat mijn collega daar iets heel, heel waardevols zegt. Alleen jonge jongens gunnen zichzelf de tijd heel vaak niet. Hè? En bovendien gaat geld een hele grote factor zijn in dit soort verhalen. Maar eigenlijk moet je, ja, dan moet hij nog een jaar blijven. Of ja, anders een tussenstap maken. Als je naar de Europese top wil, en misschien heeft hij die potentie, dan is een tussenstap goed. En niet meteen daarheen gaan. Want ja, we hebben te vaak gezien dat de Eredivisie is gewoon geen graadmeter richting Europese top. En heel veel spelers die direct vanuit de Eredivisie naar de top gaan, in de Premier League of in Spanje, maar hebben het gewoon heel erg lastig. En dat, en dat zien we eigenlijk voortdurend en continu. Dus tussenstap voor Jiménez is beter. En hij had zichzelf een hele grote dienst kunnen bewijzen door het te laten zien. Maar dat zat er niet in. Kijk, nee. Hij maait een keer over de bal heen met links. Ik denk van, hoe is het mogelijk? Ja. En hij maakte een eigen goal ongelukkig. Maar nee, dat spel wat je in de Eredivisie van hem ziet, dat roofdierachtige, weet je wel, dat zie je nog niet in de Champions League. En dat is ook niet zo onlogisch gezien kwaliteit van verdedigers die tegenover je staan. Ja. Verder, wie viel jij nog op in die wedstrijd? Had je nog iets waarvan je dacht van, viel me tegen of misschien juist wel mee? Nee, het is een beetje een onnuchterende ervaring om naar zo'n wedstrijd te kijken met al die verwachtingen. Ja. En dat je denkt van, hoe ver zijn we nu eigenlijk als Nederland, weet je wel? En dan is het leuk om het goed te doen in de Conference League. En dat moeten we ook vooral als Nederlandse clubs blijven doen. Want uiteindelijk is een derde Europese competitie in die laatste fase, dat heeft Feyenoord zelf gezien, ook heel erg leuk. Is het leuk om te zien in de Europa League, maar je hoopt ook te kunnen aanhaken in de Champions League. En dan zie je gewoon dat, en dat is nog niet eens de absolute Europese top waar ze tegen spelen. Atletico is topploeg, ja, maar het is nog geen Real Madrid, Manchester City enzovoort. Om daar naartoe te groeien is bijna onmogelijk. En dan zie je toch dat het toch te ver uit elkaar ligt. En dat is gewoon voor Nederland is dat heel jammer. En tegelijkertijd voor de spelers die gespeeld hebben gisteren. En ook vandaag de PSV's die gaan zeer waardevol. Ja. Alleen de vraag is hoe gaan Nederlandse clubs hiervan profiteren? Want Jiménez zal gaan. Wiever zal een keer de stap maken. Net als Kuksu gedaan heeft. Net als Orsnes eerder en noem maar op. En dat zal bij PSV is dat niet anders. Simons was hier een jaar. Ja. Die is pas 20, hè. Speelde gisteren tegen Manchester City bij Leipzig. Omdat hij een andere competitie waardevoller vindt dan de Eredivisie. En dat is nou eenmaal het lot wat we niet zo snel gaan omdraaien, denk ik. Je haalde PSV al aan. Ja. Die treffen geen topploeg. Nee. Ook niet subtop. Ja, wat moeten we daar van Sevilla zeggen? Kijk, dat is dus een beetje het probleem. Kijk, ik zou je zeggen wat ik vind en wat misschien de realiteit is. Ja. Ik vind dat PSV in de vorm die ze hebben, wat ze ook hebben laten zien ook in wedstrijden tegen Sevilla en tegen Lens. Even Arsenal daar gelaten, dat was de eerste wedstrijd uit, verloren ze kansloos. Ik vind dat PSV hier in Spanje van een geplaagd Sevilla, komen we misschien zo nog op, zou moeten kunnen winnen. Nou, dat is wat ik vind. En wat de realiteit is dat het gewoon geen pannenkoekenploeg is. Nee. Die 7 keer de Europa League hebben gewonnen. Die misschien heel laag staan in La Liga. Maar dat zegt niks over deze wedstrijd. Ze hebben een trainerswissel gehad. Dat wordt heel interessant om te kijken wat er gaat gebeuren vanavond. Als het niet goed gaat. Deze trainer die er nu zit, die zit alweer op de schopstoel. Ja, want die werd gisteren gevraagd van, is dit misschien je laatste wedstrijd? Het zijn leuke mensen die van de Spaanse pers. Het is een finale, misschien wel een slotstuk. Als je verliest, ben je weg. Ze hebben al gesproken met een andere trainer. Dus ze zitten echt wel, laat ik eens een cliché eruit gooien. Ze zitten echt wel in de hoek waar de klappen vallen. Ja, hij zit ook in de hoek, maar gaat goed. Hij zit ook in de hoek. Nee, maar goed, dat zijn allemaal voorwaarden die voor PSV spreken. En normaal gesproken, ik ben hier al een aantal keren geweest. Dat publiek is fantastisch. Je gaat het zien vanavond, sfeer in het stadion is waanzinnig. Maar in dit geval, met een team dat zo onder druk staat, kan het ook wel eens tegen de ploeg gaan werken. Stel nou PSV komt op, daarom stelde ik die vraag gisteren ook aan Peter Bos. Hè. Stel je komt op 1-0.
Wat ga je doen? Wat ga je dan doen? Want dat publiek gaat zich misschien tegen die ploeg keren. En wij als Nederlanders kunnen eigenlijk niet, en Peter Bos kan met zijn ploeg al helemaal niet, kunnen eigenlijk niet op 1-0 en dan achteroverleunen, spelen en dan zoals Italianen en Spanjaarden dat kunnen, de boel dicht houden en doe maar, kom maar lekker op die muur af, maar wij zijn vandaag onpasseerbaar verder. Nee, dat kunnen we. Dus gaat hij zeggen, we gaan voor de 2-0. En het is een beetje de vraag van hoe gaan die spelers om met hun eigen publiek, met de omstandigheden, richting hun trainer. Ja, hij zei ook van, nou, we hebben inmiddels wel Lanza gehad, was een heksenketel. Arsenal, dat, nou ja, hij vond dat intimiderende sfeer. Ik vond dat wel meevallen. Nou ja, hij vond het, hij zei juist van dat zijn spelers wel wat gewend waren. Ja, ja. Ja, maar ik vind gezien de omstandigheden en hoe PSV speelt en hoe volwassen ze zijn. Ze hebben een aantal spelers die ook heel volwassen overkomt. Ik ga zo nog even hebben over Lozano. Ja, dan moet je in deze omstandigheden van Sevilla kunnen winnen. En tegelijkertijd, terwijl ik het zeg, heb ik die wedstrijd van gisteren weer in het hoofd. Hoe volwassen zijn ze dan? Hè? Dat is een beetje de vraag. Dat is een beetje de vraag. Maar ja, nogmaals, ik vind dat PSV hier een resultaat moet halen en een hele grote stap. En misschien wel overwintering al moet het zien te realiseren. Want ik ga ervan uit dat Arsenal wint van Lans. Ja. Je noemde hem al eventjes. Hurving, Lozano, ja. Chucky. Ik zat gisteren ook bij de persconferentie. Ja, die Mexicanen inhoudelijk zeggen ze niet heel veel. Tenminste, maar jij hebt er nog wel wat. Ja, nou ja, goed. Dat komt natuurlijk. Ik heb hem al in zijn eerste periode meegemaakt. En ik ben in Mexico geweest om daar de roots te maken van Lozano. Al heel lang geleden. En ik zie een andere speler. Ik zie een ander mens, laat ik zo zeggen. Een stukje ouder. Maar ik zie geen andere speler, een ander mens. Hij is nog steeds diezelfde speler met heel veel drive, hongerig, gretig, direct naar de goal. Het is niet een jongen die even wat samba uit de heupen schudt en een à la Noah Lang wat schijnbewegingen maakt. En dan hij heeft maar één ding, naar die goal. En dat doet hij er op snelheid en dat doet hij met kracht en... Dan zie je ook dat hij gigantisch geschopt wordt, hè, tegen FC Twente. Omdat hij gewoon sneller bij de bal is. Die flits. Dus hij is dezelfde speler, maar hij is een ander mens. En dat zie ik vooral omdat hij niet alleen in zijn aangezicht volwassener oogt, maar door wat hij uitstraalt. Hij is naar PSV gekomen. Dat is echt gek, hè? Als je van Napoli terug gaat naar PSV. Maar hij heeft het hier zo naar zijn zin gehad. Ja, dat zei hij gisteren ook. Een geweldige club voor zijn familie. Maar hij voelt dat echt zo. Ja. Hij is teruggekomen omdat zijn gezin hier in alle rust kan leven. Maar hij is niet teruggekomen om af te bouwen. En je merkt aan alles in zijn mimiek, in zijn gezicht, dat hij veel meer ervaring heeft. Dat hij hier gekomen is om niet meer de individualist Lozano te zijn die met een flits een wedstrijd beslist. Nee, hij is hier gekomen om verantwoordelijkheid te nemen. En dat zag ik vooral. Ja. Hij wil de ploeg bij de hand nemen. Hij wil belangrijk zijn, niet alleen met acties, met goals en assists, nee. Maar ook met een voorbeeld zijn. En het mooie is dat Peter Bos daarover zei, van hij is absoluut een voorbeeld. Want als je internationaal voetbal speelt bij Mexico en je moet 120 minuten spelen op een woensdag en je moet nog terugvliegen en je hebt geen tijd om je voor te bereiden, je hebt een jetlag in je hoofd en in je lijf en je speelt zo tegen FC Twente, ja, dan ben je een absoluut voorbeeld. En dat zie je ook in zijn, dat zag ik gisteren ook in zijn voorkomen. Hij is hier gekomen om de ploeg bij de hand te nemen en hij mag het vanavond laten zien. Want hij moet het ook in de Champions League laten zien. En hij moet het laten zien, want tot slot, Noah Lang is er niet bij. En dat was toch wel een beetje schrikken, toch? Want ja, was op de weg terug. Iedereen dacht, daar is hij weer. Ja. En toch een terugslag. Ja, dat is wel heel erg jammer. Ik vind dat heel jammer. Omdat iedereen geniet van Noah Lang. En we hebben net over het voorkomen van Lozano. Maar het hele voorkomen van Noah Lang, daar word ik ook heel vrolijk van. Het is een jongen die volledig zijn eigen weg gaat, zijn eigen kop volgt en zijn pad kiest. En niet in de war raakt van wat wij of anderen over hem zeggen, schrijven, filmen, noem maar op. En van de week had PSV een interview met hem geplaatst. En dan zie je die gevoelige kant van de jongen, want die heeft hij natuurlijk. En hij praat soms een beetje gek. Dat is het straattaalachtige. En, ja. Zijn wij te oud voor? Ja, ik in elk geval. Ja. Nou, niet voor jou, maar ik in elk geval. Ja, ja. Dat je denkt van, hey joh. Nee, ja, dat moet toch kunnen. Nee, maar ik vind dat niet zo storend. Nee, ik weet dat heel veel mensen dat heel storend vinden. Ik stoor me er ook niet aan, dat wou ik net zeggen. Maar inderdaad, daar vinden mensen wat van. Maar hij is vooral zichzelf. En in dat interview met PSV zag je ook die hele gevoelige kant die hij heeft toen over zijn moeder begonnen werd. Ja, het zijn gewoon ook gewoon mensen. En
Jongens, ja. met een moeder die. Zeker, en maar ook heel gevoelig daarover. En ook niet bang om emotie te tonen. Want je moet niet vergeten, we zitten in een macho-wereld, in een conservatief voetbalblok, bolwerk, waarin emotie tonen ja, vaak niet gebeurt. En hij doet het wel. En hij heeft een scheid aan, net zoals hij scheid heeft aan wie er tegenover hem staat. En hoeveel mensen er tegenover hem staan. En hij is net als Lozano, is niet gekomen van Brugge naar... Want dat was niet de stap die hij in zijn hoofd had, hè? Nee. Brugge terug naar PSV? Nee. Van Brugge richting Milan. Ja. Ja. Dat was de stap die hij in zijn hoofd had. Nee, die jongen is teruggekomen om hier met PSV kampioen te worden. Te presteren, goals te maken, assists te geven. Te laten zien welke vuile meters hij maakt. Te laten zien dat hij verantwoordelijkheid aan kan. En hij is inmiddels ook al 24. Dus dat kan ook. Ja, ja, dan is het heel jammer als je zo'n speler hebt met die dadendrang. Wat hij al heeft laten zien. Hij was echt goed, hè? De eerste maanden. Ja. Het was een beetje Noah Lang en PSV. En Luc de Jong. Ja. Moet je niet vergeten. En Jerry Schouten. Maar ik ga met de hele helft al opdoen. En Veerman. Even afrondend. Dan is het heel jammer dat hij niet meedoet. Want zo'n speler kan dus... Hier ja. Met een flits iets beslissen, iets forceren. En dat heeft PSV wel voor Feyenoord. Ik maak hem even rond. Ze hebben spelers die met een flits iets kunnen forceren en beslissen. En dat is misschien vanavond al nodig. Dus is het heel jammer dat hij er niet bij is. Hij is een vraagteken voor zondag. Maar ik ga ervan uit dat hij dat ook niet gaat halen. Nee. We doen nog even een voorspelling. Hè? Voorspelling? Nou, in ieder geval, okay. Voorspelling, zitten we droog of niet vanavond? Ja, wij zitten... Het is een stadion zonder dak. Er is één dak. Ja. Daar hangen boven de notabelen. Ja. En wij horen bij de notabelen. Ja, gelukkig. Nou ja, jij hebt hier al gezeten. Ja, ik heb hier al gezeten, ja. Nou, oké, dan zitten we droog. En uitslag? Durf je dan te wagen? Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Ik denk dat PSV hier gaat winnen. En? Hoeveel? Of is er nou weer hoop? Ik denk dat PSV hier gaat winnen. Ik denk een 2-1 overwinning. Jij? Ik wil hetzelfde zeggen, maar dan zeg ik... Jij denkt ook de PSV win? Ja, okay. Dan zeg ik 1-0. Nou, 0-1. 0-1, ja, sorry, 0-1. Mensen thuis, gooi vooral jullie uitslagen, of tenminste wat jullie denken dat het gaat worden, in de comments. Voor de mensen van de podcast die op de oortjes zitten, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken voor de mensen op YouTube. En tot de volgende. Ciao.